Nieuw gebouw. Maar is het wel zo nieuw of is het klassiek? Waar komt het vandaan? Waarom is het sustainable? Wat voor features heeft het? Hier vlakbij Sloterdijk. We gaan eens even kijken. Vlakbij Sloterdijk. Havengebied. Genoeg parkeerruimte voor een paar auto's. En ik heb gehoord dat het echt hier super mooi is. Die ding dat stond bij Schiphol. En nu staat hij hier. Hoe komt het hier? Wat voor een gebied is dit eigenlijk? Wat voor ruimte is dit? Nou, hier kun je wel een paar honderd man kwijt. Zo te zien, goede, allemaal nieuwe video audio equipment. Geen licht. En flat. Een mooi gekromd scherm. Tja, hier moeten wel wat meer mensen in. Hier moet je wel 400-500 mensen hebben om neer te zetten. Nou, backstage. Mooi dat oude spul wat gebruikt wordt. Hier zitten we dus op de eerste verdieping, de bar. Leuk, een beetje rauwe inrichting, past wel. En volgens mij is dit dus gewoon een hele oude koepel die bij Schiphol stond. En die hier opnieuw is opgebouwd. En zo te zien is dit nog een mooi LED-scherm waar je iets mee kan doen met het publiek. En dan kun je nog even verder naar boven. En dan is hier ook weer een complete tweede ruimte. Waar je ook weer gewoon 400-300 mensen bij kwijt kunt raken. Ja, het geeft wel een mooi effect. En er zijn allemaal kleine ruimtetjes links, rechts, boven, beneden. En wat is nou leuk aan een toilet? Nou, er zijn allemaal oude dingen. Dit is de oude koepel. En blijkbaar is die in 65 gemaakt tot en met 68. De schets, de plattegrond. En zelfs hier zie je de betalingen. Nou, de KLM. Die hebben dit gefokker, hebben dus dit gewoon betaald. Prachtig. Dus enerzijds de trein aan die kant. Aan de andere kant heb je die A5, de nieuwe A5 ertussenin. Nou, dit is wel een mooi evenementenplek. Kijk, en dit was het dus. De luchthaven. KLM, Fokker, samen, die deze doon. Wat hier nou in gebeurde, weet ik niet. De Aviodoom, ben er nooit geweest. Maar leuk dat ze dat weer opnieuw hebben gemaakt. Nog één leuk verhaaltje van al die dingen die zitten allemaal aan elkaar vast met koppelstukjes. En toen jij uiteindelijk dat ding aan het bouwen was, miste je er een paar. Hoeveel miste je er? Ja, we misten er ongeveer 2200. Dus echt alles wat er dus tussen de buitenschil in zat. Ja? En van de totaal hoeveelheid? Eigenlijk alle top, alle tussenstukken. Alle tussenstukken miste je? Ja. Ja. En wat doe je dan? Dat houdt het hele zaakje bij elkaar. Ja, we hebben dat uiteindelijk met 3D-printing hebben we dat opgelost. En het verhaal gaat, want we zijn dat uit gaan zoeken. En het blijkt dat een van de onderaannemers wat minder goed betaald is door de aannemer. In de tijd dat het afgebroken werd. En die heeft gedacht, we houden wel een containertje achter met die belangrijke koppelstukken ertussen. Daar komen ze vanzelf voor terug. Dus in plaats van 29 containers waren het er eigenlijk 30? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En die is vervolgens failliet gegaan, die onderaannemer. Dus de curator heeft het allemaal opgeruimd. En waarschijnlijk heeft daar dus die ene container bij gezeten. Jezus, dus, wat een gigantisch belangrijk stuk. Ja. Maar en 3D printing, wat voor materiaal was dat? Het is uiteindelijk ook met metaal geprint. Dat paste ertussen en heeft 70.000 euro gekost. Maar 30 euro per stuk? Ongeveer. Dat is niet veel. Nee. Voor metaal 3D printing? Ja. Ik vind het nog steeds veel geld. Jij vindt al gauw veel geld, maar in ieder geval, dat moet ook. Maar, ja. Dus echt gewoon 3D printing is heel nuttig om stukken van een oud gebouw weer erbij te halen. Ja, uiteindelijk kan je dus alles printen wat je maar wil. Als je maar een goed ontwerp hebt. Ja. Nou, en dat stond op papier, dus we wisten wel hoe dat eruit zag. Ja. Het verhaal van de 2200 missing stukjes.